Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben in Marrakesh. Dit is echt een random trip, even in between trips. Ik ben hier met mijn vriendin, zij was hier al. Ik ben hier vandaag alleen heen gereisd en we blijven hier een weekje. Dus we zitten nu in de Airbnb en we gaan gewoon een weekje chillen in Marrakesh. En ik neem jullie ook weer mee. Ik ben echt net aangekomen het ochtend. Ik heb niet geslapen. Ik moest om 4 uur opstaan, s'nachts. Dus ja, het was me een partij vlucht, maar echt alles gewoon ging echt goed. Dus ja, ik ben echt al jaren niet in Marrakesh geweest. Echt letterlijk jaren. Dus ik vind het heel leuk om weer hier te zijn. En ik neem jullie gewoon de hele week mee. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk gaan vinden. Mensen, het is echt een partij heet. Het is gewoon 45 graden hier. Oh my gosh. Oké, we hebben dus een aantal uur buiten gezeten bij het zwembad. En nu heb ik me weer eens zeg maar aangekleed. En nu gaan we naar een beachclub in Marrakesh. Ik weet de naam alleen niet meer, maar whatever. Ik heb mijn make-up een beetje bijgewerkt, jongens. Mijn nagels. Kijk, deze is helemaal zwart van de wimperlijm. Ik had letterlijk vandaag een nagelafspraak die ik dus niet door kon laten gaan omdat ik hier ben. Dus hier moet ik het nou mee doen. Maar ja, let's go. Oké, let niet op de mega slechte belichting hier, want er is hier letterlijk roze licht, dus whatever. Ik ben nu terug van de beachclub, was super leuk. Ik heb me omgekleed, gedoucht, et cetera, en aangekleed, want we gaan nu uit eten. Dit heb ik aan, echt super duper cute. En we gaan uit eten, ik weet niet waar, maar dat zal ik vast zo horen. Dus ja, yeah, I'm ready to go, jongens. Eerste dag hier, ik vermaak me echt al meer dan dat ik had verwacht. Oh my gosh, jongens. Het is de volgende dag. Ik heb met make-up opgeslapen. Dat moet ik echt niet meer doen, maar oké. Ik ben gisteren gewoon helemaal vergeten het eten te vloggen en zo. Ik ben echt hoofdprijs voor slechtste vlogster. Maar goed, we zijn gisteren nog gewoon gaan eten. Toen naar huis en that's it. Toen ben ik gewoon gelijk gaan slapen. Het was echt een leuke eerste dag. I loved it. Nou is het de volgende dag. Het is 11 uur en ik ga even mijn make-up eraf halen. Wat ik al had moeten doen. Douchen en ik heb geen idee wat we gaan doen. Ik denk gewoon nog eerst hier gewoon thuis chillen. Dus ja, nieuwe dag, nieuwe kansen. Oké, we gaan vandaag quad rijden. Ik zeg altijd squat in plaats van quad. Ja, we gaan quad rijden. Mensen, kijk even de tuin hoe mooi van deze villa. Echt prachtig. Ik ga stuk. Ik ben weer thuis. Ik sta in de badkamer. Vandaar weer het slechte licht. Ik ben kapot. Quad rijden was echt heftig en ik zit helemaal onder zand. Heel mijn benen, helemaal onder zand. Ik ga even douchen en even rusten. Lekker watermeloen eten. Oké, mensen, ik heb gewoon letterlijk geslapen. Het is nu 8:15. Om 8:30 gaan we naar buiten, gaan we eten en zo. En we gaan vanavond uit. Dus dit wordt de eerste keer voor mij dat ik uitga in Marokko. Ik ga al jaren, al vanaf dat ik klein kind ben, bijna elk jaar naar Marokko. Maar ik ben nog nooit uitgegaan, dus dit wordt de eerste keer. Dus ik ben heel benieuwd. Dus daar ga ik me zo meteen voor klaarmaken. Mijn stem is een beetje hees. Ik dacht het hees was. Zo lief. Ik laat jullie een beetje de ambiance zien van Marokko. Echt heel mooi, zoals je kunt zien. Maar echt super druk. Overal is het super druk. Oké, mensen, het is weer de volgende dag. We zijn naar uitgaan nog naar de Mekkie gegaan, waar het echt chaos was. Oh my gosh. En toen slapen en nu ben ik gewoon wakker. We gaan vandaag niet echt iets doen. Misschien dat ik vandaag mijn acryl ga fixen, maar dat is misschien. We moeten ook boodschapje doen, eigenlijk hier voor een huis. Dus dat gaan we ook doen. Maar voor nu gaan we eerst een bikini aandoen en weer liggen aan het zwembad hier in de tuin. Vandaag wordt het een beetje een chill dag. We hebben tot nu toe echt elke dag voorgepland en van alles gedaan. Dus vandaag misschien een beetje een meer chill dagje of zo. Mijn haar is nog best wel mooi. Ik ben echt in shock. Kijk even dit bed hierachter. Ik wil dit eraf halen. Weet je dat ik me echt hier aan stoor? Maar ja, oké, whatever. Oké, mensen, we lopen nu in Marrakesh. En we gaan boodschappen doen. Het is zo druk. Kijk even dit. Kijk even hoe druk het is. Kijk hierachter. Zo druk, allemaal kraampjes en zo.
We zijn nu boodschappen aan het doen in de supermarkt. Mensen, ik ga helemaal stuk. Alleen in Marokko heb je letterlijk een hele band in de mall die muziek speelt. Het is echt hilarisch. Het is weer de volgende dag. Ik heb net gedoucht, ik heb geen make-up op, maar ik heb mijn wimpers gewoon opgelaten, want ik heb geen zin om die opnieuw te doen. Ik ben nou even hier aan het chillen, ik ben aan het wachten op mijn Ima en we gaan zo meteen weer naar de beachclub. Day. Goedemorgen iedereen, het is nu de volgende dag. Jongens, ik ben echt een beetje aan het struggelen met vloggen. Ik heb gewoon geen enkel moment alleen. Ik ben hier met een hele groep. Ik ben gewoon geen seconde alleen om even een momentje te kunnen pakken met jullie. Dus ik heb die momenten altijd de hele tijd alleen maar even snel in de ochtend. Ik wil toch hier en daar toch wel even een momentje kunnen forceren om te kunnen kletsen met jullie. Het is nu de volgende dag en we gaan zo meteen weer naar een beachclub. Daar heb ik echt zin in. Het is al 2 uur. Gisteren waren we dus... Wat waren we gisteren doen? Oh ja, een beetje winkelen... Toen zijn we naar de lounge gegaan en toen gewoon naar huis. Wij zijn ook nog gaan nacht zwemmen hier in het zwembad. Dat was echt super grappig. Mensen, tot nu toe vermaak ik me echt heel goed. Al met al is het wel echt heel leuk. We gaan lekker uit eten. We gaan chillen. Dus het is allemaal echt heel gezellig. En vooral genieten van de zon. Ik ben echt super bruin geworden. Echt te bruin. Ik probeer nog een beetje uit de zon te blijven en zo. Maar de girl wordt gewoon echt heel snel bruin. Nou, gaan we dus zo meteen naar een beachclub. Dus ik heb alleen maar mijn oogmake-up gedaan. En that's it. Ik heb voor de rest helemaal niks op mijn gezicht. Behalve obvious zonnebrandcreme. Dit is op 1 na laatste dag. Het is nou maandag. Ik ga woensdagochtend weg. Dus ik heb nog 2 dagen. Dus daar gaan we volop van genieten. Het is 44 graden, jongens. 44 graden. Oh my god, doe even normaal. En ik heb mijn bikini al aan. Dus ik ben ready to go. En ik neem jullie vandaag ook weer gezellig mee. Mensen, niemand wil fitnessen met mij in de hitte. The next day. What the fuck? Ik ben stuk. What the fuck is dit? Ja. Doe vlog. Ja, I do vlog. Something happened, you got the trouble, you know? That's true. Ik kijk hoe mooi uitzicht.
Oké, mensen, vandaag was de laatste dag in Marrakesh. Het is nou iets van 12 uur 's nachts en 4 uur 's nachts moeten we vertrekken. Dus het is klaar. Het was super gezellig. Echt, jongens. Ik heb ook vandaag geshopt. Ik heb deze sandalen gehaald. Super cute. Slechts 10 euro. Dus die gaan ook mee terug. En ik ben nu gewoon aan het inpakken. En ja, weer klaar om terug te gaan. Het is hier tyfus benauwd. Oh my god, het is 47 graden. Nou minder. Nou is het denk ik iets van 30 graden of zo. Maar alsnog heel veel. Dus nou ga ik inpakken. En dan ja, dan gaan we vanavond vertrekken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Ook al heb ik niet echt heel veel kunnen praten met jullie. Dat vind ik wel jammer. Een van de grootste voordelen aan alleen zijn is dat ik echt goed kan vloggen en echt uitgebreid kan praten met jullie en alles. Maar nou zo in een groep, echt, ik was gewoon geen seconde alleen. Dus het was echt een beetje moeilijk allemaal, maar goed. En ik heb ook henna gezet. Je kunt het niet heel goed zien, maar op mijn hand, superleuk. Dus vandaag was weer echt een geslaagde dag. Ik ben niet van plan te gaan slapen, want ik wil in het vliegtuig slapen. Dit is nou ongeveer hoe ver ik ben met mijn inpakken. Ik ben echt zo klaar. Het is echt allemaal zo ingepakt. Alleen nog een beetje dit. Dat moet er gewoon in en dan ben ik klaar. Dit is wat ik ga aandoen op de airport. En ja, that's it. Dat is wel cool.